Je moet even wachten tot ik zit hoor. Buurtcentrum. Samen met de buurt en de Marokkaanse zelforganisatie vieren wij Burendag in Meerwijk. Andere stickers weer. We komen op lot nummer 23. Lot nummer 23. Die is van Pet. Ik ben de initiatiefnemer van dit wijkcentrum samen met de buurt. Vandaag vieren wij Burendag. En dat doen we met alle mensen die hier in de buurt wonen. Dus Nederlandse mensen, Marokkaanse mensen, Turkse mensen, mensen uit Oezbekistan, overal vandaan. Nou, ik vind het leuk dat we met z'n allen nu bij elkaar komen en gewoon met z'n allen elkaar leren kennen. Ja, ik ook. Want dan zitten ze allemaal met elkaar en dan leer je ook nieuwe mensen kennen. En je leert nieuwe vriendinnen maken en zo. Vooral zeg maar dat je niet normaal langsloopt en gewoon elkaar aankijkt, maar echt met elkaar communiceert. En je wilde nog wat over de vluchtelingen vertellen. Vertel eens. Nou ja, met school doe ik heel veel ermee om de vluchtelingen te helpen en kleding te geven en eten te maken. En dat vind ik wel, dat mensen ook wat meer moeten gaan doen voor de vluchtelingen. Voor de vluchtelingen die hier in Haarlem zijn aangekomen, die hebben het momenteel erg koud. En graag zouden we handschoenen, sjaals, mutsjes, petjes willen hebben. Zowel voor de kleine kinderen als voor de volwassen mensen. En dan kunt u bij ons inleveren tot 1 november. Uit de dierentuin. Kom, met z'n drieën.